Afgelopen jaar trof het lot onze avonturiers. Terwijl zij een lange tocht over zee maakten, ontwaakte er een hevige storm. De volgende dag spoelden de avonturiers aan, op een mysterieus eiland vol gevaarlijke verrassingen. Ze dachten slechts aan één ding: van het eiland afkomen. Om dat te doen hebben zij het oerwoud doorkruist, tempels doorzocht en contact gelegd met een oeroude schildpad die rond het eiland zwom. Het scheelde soms niet veel, maar uiteindelijk zijn alle avonturiers veilig van het eiland afgekomen. Kijk nu mee terug op een mooi weekend Dungeons & Dragons spelen bij Ulythus. Waarom heb je dat afgebrand? Goeie zaak, jongen. Heel veel hout in lag. Ik had altijd bewijs verbranden. Bewijs? Okay. Bewijs van wat? Ja, dat ga ik niet zeggen, want dan is het bewijs dat we nog waren, denk ik. Oké. Ik ben net zo confused als jullie. Okay. Hoi. Ja, mensen. Hoi. Hi. Deur, ik ben er niet waar we gaan zien in het hele fucking eiland. Wat? Oh. Echt? We hebben al een andere groep gehad en daar zou ik ook communicatie mee houden, maar er is iets misgegaan, dus het lukt niet meer. Zijn nog meer mensen hier? We zijn iedereen. Ja, we hebben nog een andere groep tegengekomen. Steven. Ja. Wij hebben een aantal nachtsystemen waarmee je communicatie kunt maken. Wij hebben het ook. We hebben ook. Zijn ze uitwisselen? We kunnen ze uitwisselen met elkaar. Zijn jullie er geweest? We zijn bij je toren geweest, iets verderop. Oké. Daar vonden we een kubus die magic items opslokt en dat effect dus over het hele eiland verspreidt. Jullie zijn echt fucking baard. Ik stop maar. Ik weet dat ik een baard. Wat wel belangrijk is om te weten is dat er meerdere andere torens op het eiland staan die waarschijnlijk geassocieerd worden met elementen. We zijn al bij een toren geweest die geassocieerd wordt met element lucht. Er was een puzzel. Een puzzel die hebben we opgelost, waardoor het kristal licht ging gloeien. We hadden het horen gekregen van het andere groepje dat zij een tempel kwamen die hier in de stad staat in de buurt. Mm-hmm. En zij zagen inderdaad meerdere torens staan. En de toren, Griffioen, die gelinkt is met het element lucht, die was geactiveerd. Ja. Dus dat waarschijnlijk moeten er meerdere torens geactiveerd worden, zodat we iets oplossen. Ja, gaat nog even verder? Ja. Ja, ik krijg weer uitspraak, weer damage. Dat is 2 damage. Dus moet ik damage wat meer gebruiken. Hoe voel je je daarbij, Jochem? 4 damage. 4 damage? Ja. Maar ja, niet goed. Omdat hij als een mogol over de puzzel rent. Ik zou ook meer damage claimen. Maar jij mag een perceptie. Jij ziet iemand. Jij moet het opletten waar wel en niet damage gekomen was. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog even. 4, 5, 6. Nee, dat gebeurt niks. 7. Bam, ice spikes. Ik ga er binnen staan. Als ze poison gebruikt, dan vind ik het prima. Want ik ben best wel bestand tegen poison. Oké, ik stuur straks een bericht toe, maar eerst gaan we verstoppertje spelen met de heks. Ik ga de boom in klimmen. En als die torens allemaal aan zijn, dan kunnen we dan het middelste ding aanzetten. En dan houdt waarschijnlijk het magische ding om hierover op. En dan kunnen we misschien makkelijker van het eiland afkomen. Heeft iemand een magische ding? Welk magische ding? Zeg maar welke magische fairy hadden we zo maar gegeven? We zijn schipbreuk geleden omdat er gekke magical storms waren. De hoofdstad. Ik weet niet of jullie die ruïnes aan het strand hebben gezien. Dat is de hoofdstad geweest. En daar zijn we langs geweest, zitten wat dino's. We willen hier toch gewoon van dit eiland af, dus ik zou graag wel alle informatie delen hier. Tenzij je voorstelt om hier een huisje te bouwen en hier te gaan wonen. Ja, we hebben ook stukken papier gevonden met tekeningen van wezens op. Maar niet met tekeningen. We hebben alleen met zonteksten gevonden. Oh, okay. Je ziet wel de T-Rex met een monocle en een hoedje. Ja, je ziet een T-Rex met een monocle met een hoedje. En er ligt een dode bever naast. Hij leeft nog! Meneer T-Rex, wat doet u hier in dit gat? Roar! Dan mogen jullie een perception check doen. Een investigation. 11. En jij gaat nu kijken, hoe beschrijf ik een single word bij dat? Ja, ik ga even naar... Dus jullie weten of je zo gaat of dat hij zo gaat. Dus we willen zeggen van,
Wij zijn bij de Ringhorn Toren. Er is al een groepje. Verder weten we het niet. En nee, we hebben het groep niet gezien. Oh, we zagen alleen maar T-Rex. Zagen alleen een T-Rex met een trompet en een monocle en een staf. Ja? Maar vraag ook hoe ver ze zijn bij de haven daar. Ja. Wij zijn bij de eenhoorntoren. Ga nu op zoek naar het kristal. Is de haven inderdaad een veilige plek om van het eiland af te komen? Vraagteken. Bring. Wij zijn bij de eenhoorntoren. Ga nu op zoek naar het kristal. Is de haven inderdaad een veilige plek om van het eiland af te komen? Vraagteken. Wij zijn nog niet bij de haven. We zijn deze jaar. Goed dat jullie bereikt, de toren bereikt hebben. Wij zijn nog niet bij de haven, want ja, gigantische insecten. We hebben een beetje moeite mee, maar het komt wel goed. We laten meer weten als we in de haven zijn. Dit is een klein deel van de notulen die wij als hoofdkwartier gemaakt hebben. De rest ligt in het bestuurshok. Maar het lijkt ons leuk als jullie vooral zelf lekker een beetje gaan uitzoeken verhalen. Hoe en wat verhalen naar elkaar. Jullie zijn bezig geweest met tempels, jullie zijn in contact gekomen met natives, jullie hebben gesproken met een enorme turtle die een eiland op zijn rug heeft. Jullie zijn in de buurt van uitbarstende vulkanen geweest. Ja, captains behandeld. 70 katten. Gevochten tegen 70 katten. Nee, niet 70. We hebben gevochten tegen 60 bavianen. 60 bavianen. 14 swarms of rats heb ik volgens mij ook nog meer opgevallen. Wyverns, dragons, wyrmlings. Mensen geworden. Construct van heksen. Er zijn heel veel hele interessante quotes gebruikt. En het grootste deel van de spelers heeft op minimaal één moment een baard gehad. Jullie zijn uiteindelijk allemaal kunnen ontsnappen via twee van de vijf ontsnappingsmethodes die wij hebben aangeboden. Nee, want jullie hebben het kwijt. We hebben hem niet geactiveerd, we hebben hem wel. Jullie hebben ze niet allemaal gevonden. Inderdaad. Sommige waren jullie al de vijf, andere iets verder. De tempels. Die is ook opgelost. Ja, daarvan had mijn groepje in het laatste item. Dat was in principe ook nog wel. We hebben een sleutel gegeven. Ik wou net zeggen, als het nodig was, hadden we die ook wel gehad. Eén groepje was bezig met natives. Die hebben jullie gesproken, maar jullie zijn nooit op het idee gekomen om ze de teksten te geven die jullie willekeurig op het eiland vonden. Er was een serie werkplaatsen van de oude civilisatie nog op het eiland. Nee, Dwarven toch? Nee, het schip was Dwarven. De rest was allemaal van de. Er lag nog onder zee ergens. En mijn groepje had het stuurwiel. Maar de rest van de dungeons is niet bezocht. Nee. Toen in de vuurtoren lag een kubus, daar heeft één gehuurte heeft daar de beltbakken op Dwarvenkind in gedaan, waardoor iedereen een baard kreeg. Nee, ja, in het eiland. Ik wist niet dat er een vuurtoren was. Dat was een kubus waarin als er een magic item ingezet werd, werd de bonus van dat magic item verspreid over alles op het eiland. Alle spelers, alle NPC's, alle enemies. En we hebben dat voor een baard. Ondertussen in mijn groep bekend als de Tamer of the Beast. Want als we een dier zien, neem ik ze. En dan handel ik ze en dan zijn ze van mij. Alle dieren zijn van mij. Ik heb de beste dieren gehaald. Het was keileuk. Het mooiste moment was dat we onze T-Rex kregen. Maar ja, de T-Rex heeft in combat eigenlijk niet zo heel veel gedaan, omdat we niet echt heel veel combat encounters meer hadden waar hij bij kon zijn. Want ja, hij is groot, hij kan niet door deuren heen en zo. Dat is een beetje lastig. Maar uiteindelijk heeft hij ons met een hefcar, heeft hij ons met de Acacia Bay, heeft hij ons naar de uiteindelijke eindbestemming gebracht. Dus hij heeft ons toch wel allemaal gered eigenlijk. Dus wij zijn heel erg dankbaar voor de T-Rex en gelukkig is deze niet uitgestorven. Hij fucked shit up en ik heb kikkers in de fik gezet. Ik was het grootste deel van de tijd op nuttige voorwerpen aan het kauwen.
en knarsen. Uiteindelijk vond ik een bever die ik heel erg goed verzorgde en zo. Op een gegeven moment legde ik hem dicht bij de T-Rex neer. Dus, en toen ging ik zelf weg. En toen, toen ik terugkwam was de bever weg. Dus waarschijnlijk was hij ontsnapt. Hij is dood! Waarschijnlijk was hij ontsnapt. Hij is dood! Hij was waarschijnlijk ontsnapt. En, hij is dood! Ja, vaak als ik me, als zij zich omdraaiden, sloeg ik even achter hun rug om een draak. Met hoeveel vulkanen heb je geworsteld? Ik heb met 3 vulkanen geworsteld. Ik heb 4 krakens verslagen. Ik heb met 6 enorme meskevers gevochten. Ja, ik weet niet, niemand geloofde me toen ik dat zei, maar ik heb het wel echt gedaan. We hebben net Rock vermoord. Rock vermoord? Voor mij verder weg de meest epische actie was toen ik met mijn karakter bovenop een Spinosaurus klom en hem dan bang maakte voor mij terwijl ik er bovenop zat. Ja, dat was dat is mooi. En toen zonde hij toch en toen hebben we hem gebruikt. En toen hebben we hem gebruikt als de vlot om een rivier met piranha's over te komen. Langzaam, pretty cool. Langzaam maar zeker werd hij van onderaf opgegeten waardoor ze bijna naar de overkant konden komen zonder nat te worden. Ja, en we zijn heel vaak geïnspireerd geraakt. Ja, met door een mooie pep talk. Oh ja. Ik, Almaran Dabu, inspireerde jullie elke keer weer opnieuw om wat extra hitpoints erbij te krijgen. Want ja, zo'n goede leider als ik, dat leidt je natuurlijk goed van het eiland af. Oh, en ik had ze zo hard nodig. Ja, dat is het. Wat hebben we meegemaakt? Nou, Middel heeft dus een spin zeg maar zo vermoord dat zijn leven op min 32 stond. Ja, yep. Zeg maar, spin bestond niet meer. En we zijn vrienden geworden met de magma elemental koning. Altijd leuk. En we hebben apenvlees, want als God je apen geeft... Ja, als God je dode apen geeft, moet je er wat mee doen. Ja. Ja. En het was wel heel toevallig, toen onze healer wegviel, vonden we opeens een alchemiste winkel met allemaal flesjes. We hebben iedereen van alles. Een gigantische schildpad. Ja, we hebben een gigantisch eiland van een schildpad is. Ja. En we hebben een draak verslagen. We hebben een draak verslagen. Ja. We hebben een zombie revenant. Ding gesloten. Ja, sloot door een fluit uit zijn nek te trekken. Ja. En wat was het allerleukste? Per persoon? Dingen in elkaar mappen. Baby Groot! Mijn overwinning op de dino. Ik heb me heel erg vermaakt. Ik vond het ook echt leuk. En dit was onze geweldige beetje lastig. Die ons niet allemaal vermoord heeft, dus daar zijn we ook heel blij mee. Dat heeft hier en daar niet veel geschild. We hadden een iets wat nare heks kwamen we tegen en die een counterspel wisselde. En toen is de druïde één geworden met de boom. En dat was niet helemaal de bedoeling. Maar wel heel ironisch eigenlijk. Nee, bij ons was alleen de dwerg was agressief en de rest had eigenlijk geen zin in, geen enkele confrontatie. Dus we zijn of iets slips gedaan of er omheen gelopen. Volgend jaar weer.